De komende jaren heeft de stad een enorme woonopgave en dat betekent dat we net als op dit terrein op ontzettend veel plekken heel veel woningen gaan neerzetten. Nou, we weten al langer dat het belangrijk is om wijken en buurten groene ruimte te geven. En niet alleen te zorgen voor groene openbare ruimte, maar zelfs een stap verder te gaan, namelijk met het bouwen groen toe te voegen aan de wijk en aan de buurt. Als je dan wat die gebouwen hier achter mij ziet, dat is allemaal beton. En wat je graag zou zien is dat die gebouwen groen zijn. Maar iedere keer als wij zo'n gebouw neerzetten, dan gaat er een stuk groen verloren. En wat wij graag willen, is dat die gebouwen zelf groen worden. En dan moet je ze misschien wel een beetje anders inrichten, met meer terrassen, met meer ruimte op de muren voor vogels, voor groene beklimming, met groene daken. Maar dan kan een gebouw zelf bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit. Wat je ziet is dat op het platteland steeds minder ruimte is voor natuur. Het verdwijnen van kleine hoekjes groen. En als je in de stad goed bouwt, dan zie je dat je daar nog wel groen kunt sparen. En dat is goed voor de leefbaarheid, dat is goed voor de biodiversiteit en dat is goed voor de gezondheid. Dus wat wij graag willen is gebouwen zien als bergen in de stad. Bergen in de stad die begroeid worden door de natuur. Mensen en veel diersoorten, niet alle natuurlijk, die kunnen eigenlijk heel goed met elkaar samenwonen. Maar we moeten ze daar wel de ruimte voor geven. En dat willen wij doen door middel van natuurinclusief bouwen. Want dan krijgt de natuur zijn kans en kunnen dieren en planten over een gebouw trekken en zo de natuur verrijken. Het is eigenlijk heel onverwacht ook, hè, hoe die natuur de stad intrekt. Ik was hier een tijdje geleden op dit terrein en opeens vloog er voor mij een wulp omhoog. En ik heb de boeken er nog op nageslagen. Ja, dat was voor mij een verrassing. Ik zie hier ijsvogels, ik zie hier puttertjes, ik zie hier heel veel bonte spechten. Maar een wulp had ik hier nog nooit gezien. Groen is dus ontzettend belangrijk voor mensen in het wonen. En aangezien we veel gaan bouwen, liggen er allerlei kansen om natuurinclusief te bouwen.